Er is maandagavond eigenlijk een avond die bedoeld is om het klimaat in de stad, waarin wij beogen een humane opvang van de vluchtelingen, in beeld te brengen. En daar krijgen vluchtelingen de gelegenheid een stukje van het programma te vullen. Maar ook is de bedoeling dat de Nederlanders te horen krijgen of waarom zij eigenlijk ook wel belang hebben bij het hoe en wel van de vluchteling die hier zijn huisvesting krijgt. En gaat het dan alleen om de vluchtelingen die nu tijdelijk in die school in Nieuwland opgevangen worden of over alle vluchtelingen? Nee, de manifestgroep is wel eigenlijk in gang gezet vanwege de actualiteiten. Maar het gaat eigenlijk juist nog meer om gewoon de houding van de stad naar de vluchteling. Hè? Een welkom weten betekent dat je ook een betere Schiedammer wordt. Denkt u dat er in Schiedam veel mensen zijn die zich verzetten tegen de opvang van vluchtelingen? Of zijn er juist veel mensen die daar steun voor uitspreken en graag ook iets willen betekenen voor die mensen? Het zal, op beide vlakken zal er wel wat beweging zijn, maar waar ik mee geconfronteerd word is in ieder geval de welwillende mensen die het breed middenveld vertegenwoordigen en zeggen van ach, kom op, je zal maar met je rug tegen de muur staan en je zal maar een andere huisvesting moeten zien te vinden in een vreemd land. Wat is er dan mooier als dat je gewoon nog mensen ontmoet die humaan voorstander zijn van een goede huisvesting en een welkom klimaat straks voor je gezin en je kinderen. Dus wat jullie eigenlijk doen is die mensen die hier opgevangen worden laten merken dat ze heel erg welkom zijn. Ze een warm welkom gunnen. Ja, een van de activiteiten is bijvoorbeeld dat er een werkgroep is die maakt kussens. En symbolisch een steuntje in de rug als je een kussentje krijgt. Maar ook gewoon daadwerkelijk de mensen kunnen ervaren een steuntje in de rug. En maandagavond is dat gewoon ook ingekleed, een onderdeeltje in het programma. Er is zelfs een formeel moment waarin onze burgemeester een kussen aangeboden krijgt. En we hopen dat dat de overdrachtelijke vorm krijgt, straks ook naar de mensen toe. En dat gaan we wel doen aan de Willem-Pastoorstraat. Is iedereen welkom maandagavond? Maandagavond is iedereen welkom. Het is zelfs gratis. En het programma zal duren van 8 tot bij 10 uur. En wat ook erg leuk is, de theatergroep van Koen Woutersen, van Hamlet, die heeft een specifieke bewerking van een actetje gemaakt waarmee ze die laat horen hoe Schiedammers ermee om kunnen gaan. Ja, want het stadsgezelschap De Stokerijen heeft Hamlet zo herschreven dat het einde helemaal gaat over de opvang van vluchtelingen. Dat is ook zo, ja. En die link, toen ik daarvan vernam, heb ik Koen direct heel spontaan bereid gevonden om ook zijn bijdrage op de Internationale Dag van de Vluchtelingen te leveren. We zijn hier om de expositie te openen. Kunst is altijd van overal. En als aanloopje daarna dacht ik ineens van, het is de kunst van vluchtelingen. Nou, misschien als vorm van expressie, misschien ook als verwerking. Misschien horen we dat straks nog wel. 20 juni is de dag van de vluchteling. Schiedam gaat dadelijk ook een groep vluchtelingen verwelkomen. En ik ben er dan ook als voorzitter van de Wissel eigenlijk ontzettend trots op dat we in die aanloop daar naartoe deze expositie hebben van een groot aantal mensen uit allerlei landen, Syrië, Kosovo, Iran, Chili, Syrië, Georgië, Sudan, die ons laten meegenieten en ons kennis laten maken met hun artisticiteit. Alles wat ze gemaakt hebben, we kunnen daarvan gaan genieten. Ik denk dat we eerst nu het glas gaan heffen op deze prachtige expositie. En daarna geef ik graag het woord aan Juan, die iets over de kunst en de kunstenaar nog gaat vertellen. Op de opening, proost. Proost. Deze expositie vandaag is gerealiseerd door het werkgroep Manifest Schiedam Verwelkom Vluchtelingen, met de steun van Vluchtelingenwerk en met de steun van de Wissel. We zijn ontzettend blij als kunstenaar om een plek te vinden voor onze schilderijen. We zijn gevlucht uit eigen land.
Maar we zijn niet gevlucht van kunst maken. En meedoen. Dat is heel van belang voor vluchtelingen. Gewoon lekker meedoen. En ruimte vinden inderdaad om dingen te laten zien, zoals hier vandaag. Wij proberen met het manifestgroep Schiedam Verwelkom Vluchtelingen het gevoel van welkom te zijn, een beetje in de stad zichtbaar te maken. Nou, dit is zo'n moment waar kunstenaars ruimte krijgen op de muur van de Wiesel om hun werk te laten zien. Ik wil ze gelijk aan jullie presenteren. En om niet fout te doen, zal ik kijken naar de namen. Mossad Anso uit Syrië. Arieta Mala. Ja, kunstenaar uit Bosnië. Kosovo, sorry. We hebben vandaag werk ook van collega Oeman, maker van deze drie mooie vrolijke schilderijtjes. En verder hebben we vandaag werk van Shoku, een Eschidaner. Shoku, hoe lang woon je hier? Niet al lang. Nee, in Eschidam. 18 jaar. En in Nederland? 17 jaar. Abdel Marouf, Mohamed Abdel Marouf. Een nieuwe Eschidaner. Mohamed schreef ook gedichten. Gaat volgende week, nee, zaterdag ga je lezen in Rotterdam. Of zondag. Hij gaat lezen in Rotterdam gedichten in onze festival. Het is iemand die niet zit te wachten ontdekt te worden, maar hij probeert gewoon initiatief te ontplooien. We hebben één tekening van Aifa uit Syrië. Ik weet niet of jullie Aifa kennen. Nog niet, hè? Nee, ze is helaas vandaag niet aanwezig. Tamila uit Georgië. Ja, Tamila maakt een heel bijzondere werk. Die heb ik pas bij haar gezien. Hier heb je een voorbeeld. En daarachter nog een andere. Het is gemaakt op... Met wol, merinosis. Met wolk en kleuren. Ze heeft al geroepen met Rita van Madeira, we gaan hier een workshop doen, dus opletten, het is een kans. En ze is ook, ze komt uit, je zit in Vlaardingen, hè? Ja, ik woon in Schiedam. Oh, in Schiedam ook? Ja. Oké, mooi. Voor de mensen thuis, maandagavond, hoe laat, waar? 8 uur in het werkenpand en een kopje koffie staat klaar.